zo'n misma doorhoudt. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft op 18 augustus haar 76-jarig bestaan herdacht. Minister Reshma Kuldeep Singh sprak het personeel en de overige genodigden kort toe. Het is een eer voor mij om leiding te geven aan het ministerie met uw ondersteuning. Inmiddels ben ik ook een jaar op het ministerie en ik moet zeggen, het zijn spannende momenten geweest. En het zijn nog steeds spannende momenten. En het gaan spannende momenten blijven omdat wij keihard willen werken om het ministerie goed uit te dragen. Maar we doen ons best om het ministerie te alle tijden draaiende te houden en onze naam in de samenleving hoog te houden en weten op te bouwen met alle verantwoordelijkheden, deskundigheid en integriteit. En daarbij draagt elke ambtenaar op welke manier dan ook zijn bijdrage en het is van eminent belang dat we de resultaten naar buiten brengen en als team naar buiten komen. Ik praat altijd over teamwork. Het is niet leiding plus. Die minister krijgt wel die grani, die directie krijgt misschien wel die grani, maar u bent degene die het harde werk doet. En u krijgt vandaag alle grani van mij. Dat wij resultaten boeken op het ministerie. Laat ik zeggen dat u altijd op mij kunt rekenen als minister. En mijn deur staat altijd open als u iets wilt bespreken. Dat zeg ik ook altijd. Maar aan de andere kant vraag ik u ook om gemotiveerd te blijven. We weten dat iedereen het moeilijk heeft, Suriname. Maar blijft u gemotiveerd. Laat uw inzet niet minder worden door spanningen of door zaken die u niet gerealiseerd ziet. Langzamerhand komt alles in orde. We zijn bezig en we gaan het goed krijgen. Daar heb ik hoop in. De dag dat we hoop verliezen, dan hebben we alles verloren. EZ-familie, van harte gefeliciteerd. Goed, EZ-familie, proost op het succes van Suriname. Proost! Tijdens deze feestelijke bijeenkomst waren er verschillende activiteiten voor het personeel, zoals denksporten en een talentenjacht. We brengen u enkele indrukken. Op deze dag, de jaardag van het ministerie, wat voor felicitatieboodschap heb je voor de mensen? EZ-familie, een ministerie. Laten we positief blijven, laten we ons best blijven doen binnen ons vermogen. En you know, maak er gewoon het beste van elke situatie. Blijf aan jezelf werken en enjoy life en wees dankbaar. Het geheel is afgesloten met een hapje en een drankje. Collega's, blijf je inzetten voor het land, voor land en volk. En dat komt wel goed in Suriname. En aan de minister, denk ook aan ons als ambtenaren. Het gaat moeilijk in het land. Geef ons een kleine bevordering. Zijn we al tevreden.